Oké, welkom bij onze moestuin. En wij hebben zoveel groenten hier nu. Kijk maar, dit is mijn favoriete. Zeg maar, dit is uit Sri Lanka. Pepers, heet. En dit is brame, die eet ik heel weinig. En dit, dit vind ik ook lekker. Courgette. Wat kun je daarvan doen dan, met een courgette? Courgette kun je gewoon, gewoon bakken en eten. En ook met, combineren met nasi. Of als je gaat bijvoorbeeld, hoe heet het? Chili con carne maken. Kan ook, dat vind ik echt lekker. Dus dat is courgette. En dit is die andere favoriet mijn, komkommers. Je kan een sla maken of gewoon gelijk opeten. Dat vind ik lekker. Dus een temperatuur, ja, in een warme klimaat of in een warme dag, dan heb je een komkommer, ja, en gewoon lekker een film kijken. Hè. En nu hebben we gewoon cherry tomaten. Dat vind ik ook gewoon lekker, gewoon zo opeten. Anders kan je een salat maken. En dit is, heb ik weinig verstaan van, dat is bloemkool. Of witte kool. Maken ze zuurkool van? Witte kool? Daar maken ze zuurkool van. Zuurkool, dat weet ik niet, maar witte kool maken we in curry, zeg maar. Maar dit maak jij in curry? Gewoon snijden en ei en alles bakken en dan kruiden erin en deze gewoon half bakken. En in welk land doen ze dat? Want je zegt, dat maken wij. Ja, die maken we eigenlijk gewoon thuis. Oh, maak jij thuis? Maar ja, dat vind ik, heeft een andere... De andere aroma, dat vind ik niet lekker. Nee. En nu hebben we, dit is boterboontjes. Dat vind ik ook lekker. Maar ja, ik kan wel nasi maken. Ik ben heel verstaan van met nasi. Nasi? Ja, nasi maken. Goed zo. Dus of in een nasi goreng, zeggen ze in Maleisië of in China. Of nasi goreng, mee goreng. Dus deze groente daar gewoon gebruik. En deze, dat heb ik nooit gegeten. Dat heet een snijboon. Dat is een snijboon, ja. Ja, en die eten, die worden alleen maar gegeten door mensen die zichzelf rare snijbonen noemen. Oké, maar ik denk dat kan wel hetzelfde resultaat. Ja, klopt. Dus gewoon boontjes en salade, ja. Salade met zand hebben we vandaag. Salade met zand, dat is ook een lekkere combinatie, denk ik. Goed. Dat is de opbrengst van dat vandaag. Dat is onze moestuin en vandaag een mooi resultaat. En welke datum is het vandaag? Vandaag is... Ongeveer. Vandaag is 5 augustus. Goed zo. Ik ben dan een vrijwilliger van Musta voor Goede Doel. Goed zo.